Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met Tom van Oostrom als gast. Hij is nog altijd de fractievoorzitter van het CDA hier in Tiel. Maar niet lang meer, Tom, hè? Nee, tot de verkiezing in ieder geval. Ik heb besloten om niet meer kandidaat te stellen voor de gemeenteraadverkiezingen 2018. Dus ja, daarna niet meer in ieder geval. Het is anders gelopen dan dat de bedoeling was? Nou, kijk, ik denk dat dat op zich wel meevalt. Ik heb eigenlijk de laatste maanden eigenlijk heel goed nagedacht van wat wil je nou eigenlijk, hè, als politicus in Tiel? Ja, wat wil je nou? Nou, ik wil heel graag zeg maar me inzetten voor de stad, heb ik altijd gewild. Maar wil je dat zeg maar in de raad? En dat heb ik nou 10 jaar gedaan, waarvan 8 jaar fractievoorzitter. Raadslid zijn kost echt gigantisch veel tijd. Mm-hmm. Veel enthousiasme gedaan, wat ik al zei. Maar dan vraag je jezelf toch af van, ga ik dat nog eens 4 jaar doen? En moeilijk voor mij altijd, omdat ik toch altijd wel graag heel erg betrokken wil blijven in die stad. Dacht ik van, nee, dat moet ik niet meer doen. Ja, je doet het voor Tiel, hè? Eigenlijk doe je het met elkaar voor Tiel. Precies. En ik vind het heel leuk om te doen, want we hebben een ontzettend leuke raad. Leuke mensen waarmee je kan samenwerken, ook echt dingen kan betekenen voor de stad. Ja, met een relatief kleine groep trek je heel intensief op om inderdaad de zaken te regelen. Maar er gebeuren natuurlijk ook dingen die niet leuk zijn en dat niet in het vaatje past. En dat begon bij die ledenvergadering van het CDA. Het zou heel logisch zijn geweest als jij de lijsttrekker zou zijn. En ook dat er onomstreden gezegd werd, ik ben de wethouderskandidaat, punt. Dat gebeurde niet. Yvonne Sonstolk kwam op 1, jij op 2. En toen was er ook nog even gedoe over de wethouderskandidaat. Toen was het verschil tussen het woordje de en een. Uiteindelijk is dat volgens mij nu uitgekristalliseerd. Jij bent de wethouderskandidaat namens het CDA. Ik zal misschien even heel kort eens uitleggen hoe dat nou precies werkt. Misschien wel goed om ook eens voor de kijkers thuis hoe zo'n proces eruit ziet. Dan kan ik het even precies duiden. Ja, precies. Ja, doe maar. Kijk, het is zo van, het gaat eerst om de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is ook feitelijk waar de verkiezing natuurlijk gewoon om gaat. Hè? Dus de raadsleden worden gekozen en er wordt geen wethouder gekozen. Nee. Maar, even erop inhakend, voor hetzelfde verhaal als Yvonne Sonstolk af gaat steken. Natuurlijk gaat het proces pas lopen na de verkiezingen. Ja, dat is correct. Want je moet eerst maar eens kijken van ben je de grootste of niet. Doe je mee, de grootste partij mag formeren. Ja. Kun je elkaar vinden en kom je dan eventueel in een college of niet. En wie zal dan de wethouder worden? Nou, formeel gezien is dan pas het moment van wie wordt die wethouder. Maar voor een kiezer is het wel heel fijn om te weten wie de wethouderskandidaat is. Ja. Want dan kun je van tevoren zeggen van nou, daar heb ik alle vertrouwen in. Ja. Op die man ga ik stemmen of die vrouw. Want uiteindelijk, zeg ik ook zelf altijd, gaat het om de mensen die het moeten doen. Dat is waar. Kijk, voor mezelf is het heel simpel, want ik wil graag ook namens mezelf spreken. Is dat ik altijd wel gezegd heb en kan ik voor mezelf een uitdaging vinden? Kan ik de dingen doen die goed bij me passen? Heb ik leuke collega's om me heen met wie ik dingen kan doen als dat antwoord allemaal ja is? En het CDA zou mij vragen om wethouder te kunnen zijn of te willen zijn. Dan zal ik daarop, zoals ik er nu op dit moment aan kijk, geen nee tegen zeggen. Nee, precies. Dat is gewoon een helder verhaal. Maar omdat ik nu gewoon ook heb aangegeven van geen raadslid te zijn, is dat wel duidelijk een keuze die nu bij de partij ligt. Klopt. Het is gewoon heel zuiver als de partij mij vraagt, dan kan ik ja of nee zeggen. Nou, gaat die partij dat doen? Is dat zover afgesproken? Dat is niet aan mij om daar nu verder uitspraken over te doen. Dat zou kunnen, maar het zou ook dat men liever een ander kandidaat zou willen hebben. Dat weet ik op dit moment ook gewoon niet. Okay. Dat is gewoon een heel eerlijk antwoord. Hmm. En ik vind het ook wel zuiver om dat zo te doen. En waarom? Omdat, kijk, wat mensen niet moeten vergeten, een wethouder, eigenlijk raast het ook, maar zeker een wethouder, dat is echt geen erebaantje of zo. Het is echt een job waar je ontzettend veel voor moet geven ook. Qua tijd, energie, je bent dag en nacht ben je bezig. Het is echt maar je moet ook 24/7 je moet ook de kennis van zaken hebben om dat precies überhaupt te kunnen. Precies. Nou, ik denk dat ik na 10 jaar raadslid, dat ik daar wel behoorlijk wat kennis op gedaan heb. Ik heb ook allerlei dingen gedaan. Ik ben plaatsvervangend voorzitter van de raad geweest, voorzitter van de commissieruimte.
Ik heb echt heel veel dingen gedaan, heel veel ervaring opgedaan om dingen te doen. Alom gewaardeerd binnen die raad, met name ook bij andere fracties. Nou, dat is heel mooi, omdat als je dat tegen me zegt, ben ik ook... Nee, maar goed, dat is een signaal wat je natuurlijk zelf ook merkt. Dus, maar goed, dat is eigenlijk het gegeven. Hè. Dus een wethouderschap is geen sinecure. Dat is echt een behoorlijke job. Dus je denkt, begint eer je begint, zou ik bijna willen zeggen. Bezint, eer begint, volgens mij het juiste woord. Ik snap wat je bedoelt. Dus dan is het ook, dan vind ik het ook goed en fijn om te merken dat vanuit je eigen gelederen komt. Dat niet iets wat ik dan per se zou moeten, maar dat het ook komt van gedragen wordt door de mensen met wie je het eigenlijk samen moet doen. Kijk, wat belangrijk is wat ik vind, belangrijk vind, is dat ondanks het feit dat een wethouder duaal in een duaal stelsel zit, zijn eigen verantwoordelijkheid met zijn collega's in het college heeft. Mm-hmm. Vind ik wel, en dat is volgens mij ook de kracht van Tiel, ook als dat vergelijkt met gemeenten om ons heen, dat je het samen moet willen. Samen moet je het besturen van de stad willen doen. En iedereen heeft zijn eigen functie. De raad moet, die beslist en die geeft richting. En de wethouders die voeren uit. Die zijn dienend aan de raad, zo zie ik dat ook. Maar je moet het wel samen doen. Dan laat ik een voorbeeld nemen. Kijk, ik heb mezelf altijd, of ik, het CDA in het algemeen, heeft zich altijd heel erg druk gemaakt omdat Tiel schoon wordt. Voor de zomer heb ik een behoorlijk conflict gehad met de wethouder Melissen. Daar ging het om eigenlijk, zeg maar, doet de AVRU nou voldoende en hebben we nou het goede resultaat in de stad? Ja, kan me nog goed herinneren. Dat was best wild. Fermetaal. Ja, fermetaal. En natuurlijk, uit de verantwoordelijkheid van wethouderschap is het goed dat hij ook staat voor hoe de AVRI het doet. En hij moet het beleid verdedigen. Beleid, prima. Dus ik kan moeilijk zeggen van nou, u hebt helemaal gelijk. En wij wilden heel graag als CDA, wilden we heel graag dat er gewoon meer een tandje bijgezet zou moeten worden op schoon. Maar we vinden gewoon de stad niet schoon. Klaar. Simpel, het heel simpel. En het zijn echt de basale dingen die voor inwoners ook belangrijk zijn. Een schone stad is nummer één van wat mensen belangrijk vinden. Ja, dat is ben ik van overtuigd. Dat iedereen merkt. Dus nou, het signaal is wel duidelijk aangekomen destijds. Ja, kijk, nou vind ik het mooi, en dat wil ik even zeggen. Dan heb je even een conflict met elkaar. En dan komt er ook wat druk in zo'n relatie. En dan wilde ik heel graag dat hij beloofde om op de plan te komen. Voor de begrotingsraad, zodat we echt daadwerkelijk dingen kunnen doen. Nou, hoe gaan we het aanpakken? Daar wou hij niet aan. De wethouder vond dat moeilijk en die zegt, ja, het lukt me niet. Dus die wilde zich daar niet aan vastleggen. Een beetje druk op de ketel gezet. Nou, met veel 65 toch gezegd van ja. En wat ik dan mooi vind, dat zo'n wethouder dan toch de energie erin stopt om toch met een plan te komen. Dan is het weer aan de raad, in dit geval aan mij, om met een motie te komen. Om dan geld te zorgen dat het geld komt. Om dan extra inspanning te doen. Om te zorgen dat die binnenstad schoon komt. Kijk, en dat vind ik een voorbeeld waar iedereen in zijn functie blijft. Maar uiteindelijk bereiken we dan wel dat de binnenstad van Tiel schoner wordt. Overigens, we zijn er nog lang niet, want de stad is nog lang niet schoon. Nee, het is nooit zo'n bende geweest. Als je naar de binnenstad kijkt, puur naar die binnenstad, vind ik wel dat het schoner wordt. Maar, en dan komen we op een ander punt. Kijk, en dat is ook, denk ik, wat ik zelf altijd heel erg belangrijk heb gevonden. Kijk, je moet het samen willen doen. En samen, dat klinkt altijd heel soft. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe die stad eruit ziet, dan kan het alleen maar zijn dat je samen met elkaar, met de inwoners, er moet voor zorgen dat die stad schoon wordt. Ja, dus dat is ook een stukje verantwoordelijkheid. Hè? Van als je ziet dat er een bende is, dan gaat er nog een grotere zooi van maken. Ja. Of ruim zelf nog eens. Dat betekent ook als politici, want dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken, is dat je ook dichter naar die inwoner moet. Dus je moet samen zeggen, joh, we hebben een probleem, die stad is vies. En dat probleem, dat... Nou, maar wat je nou zegt, dat is niet van vandaag op morgen. Hè? Dat is ook niet nieuw. Nee, dat is niet nieuw. Maar hoe ga je dat dan doen? Nou, stel nou eens voor, Tom van Oostrom, het loopt zoals het loopt. Verkiezingen, dat valt goed. Raakvlakken met andere partijen. En CDA komt in het college en Tom van Oostrom wordt gelanceerd als zijnde de wethouder. Wat gaat Tom dan doen? Nou, dan gaat Tom in ieder geval het samen met anderen doen, dat is één. En wat ik dan belangrijk vind, dat je bijvoorbeeld vanuit het jaarthema, een voorbeeld noemen. Ja, dat is wel wel een paradepaadje voor jou, hè? Ja. Ook iets waar jij zelf, verantwoordelijk voor bent dat het gekomen is. Ja. Wat ik belangrijk zou vinden, dat je samen met de raad dan een plan maakt en met inwoners. En dat zijn inwoners, zijn dan ook echt de betrokkenen. De binnenstadmensen, de mensen van de sportclubs, vereniging. En ga zo op scholen, ga zo maar door. Van hoe kunnen we nou die stad schoon krijgen?
En hoe kan je nou mensen met elkaar bewuster maken dat je het samen moet doen? Nou, onder het motto bijvoorbeeld, we hebben nou wonderschoon wonen. Bijvoorbeeld wonderschoon Tiel zou je kunnen maken. Wonderschoon, hè, met name op schoon dan. En dan zou je kunnen zeggen, nou, laten we dan een campagne maken met elkaar. Waarin we een aantal dingen gewoon doen. We gaan iets doen met de scholen, we gaan iets doen met de sportverenigingen. En we gaan echt kijken of je vanuit eigenlijk clubs en wijken met elkaar gewoon allerlei acties kan ondernemen waarin die stad schoner wordt. Een Tiel tip-top actie en dan heel breed voor Tiel. Ja. Dus dat, en dat is ook de bedoeling van Tiel tip-top, dat echt heel breed wordt. Dus dat we met elkaar in de buurt, noem maar op, zo nu en dan eens gaan schoonmaken. En het gaat er nog ineens zozeer om dat je dan de troep opruimt. Maar dat je in ieder geval bewust wordt dat de troep ligt. En die troep komt niet vanzelf. Die komt echt bij de inwoners zelf vandaan. Mensen gooien het gewoon op straat, punt. Ja. Dat is heel vervelend, maar het gebeurt wel. Ja. En dan moet je ook een keer iets mee willen. En het kan niet zo zijn dat de gemeente of de AVRI het allemaal schoon moet maken. Want het gaat echt van hoe je moet het niet vies willen maken. Daar begint het allemaal mee. En als er wat ligt, dan moet je ook bereid zijn om iets op te pakken. Voorbeeld, het jaarthema, kom ik toch een beetje bij je terug. Nou, bijvoorbeeld bij het jaarthema, dit jaarthema hebben we met de sportverenigingen, dan gaan we maart, als alles werkt zoals het werkt, gaan we er echt officieel mee starten. Hebben we onder het jaarthema Wonderschoon Wonen, hebben we dus 10 sportverenigingen bereid gevonden om met ons samen een soort borden en met ludieke acties en noem maar op, een stukje financiële bijdrage vanuit de gemeente, ervoor te zorgen dat er eigenlijk de sportverenigingen op het terrein zelf en daaromheen wordt schoongemaakt door die sportclub zelf. Wat is mooier dat jonge mensen bewust worden en ook oudere mensen, de ouders ervan natuurlijk, dat ze aanzien van hey, het sportterrein ziet er wel aardig schoon uit, hoe komt dat? En daarom als je naar aankomt rijden is het ook wel redelijk schoon. Nou, als je dat en iedereen vindt dat prettig. Nou, als je met elkaar nou zeg maar zoiets kan doen, en dat werkt, dan heb je 10 sportverenigingen die al meedoen. Dat zijn er al best heel veel. En 10 grote sportverenigingen. Scouting doet ook mee. Nou, ook heel mooi. Bij de scholen gebeuren al dit soort acties. Nou, in de wijk is het Tiel tip-top bezig. Bij andere plekken gebeurt het ook. Ook in Passewaaij is de wijkvereniging daarmee bezig. En zo langzaam maar zeker moet er een soort olievlek ontstaan. Hè, waardoor die stad gewoon schoner wordt. En dat gaat met bewustwording. Het gaat ook een samen dat willen doen. Maar het gaat ook om de human touch. Precies. En ik denk ook dat wethouders, raadsleden, politici in het algemeen, die moeten echt veel dichter bij onze inwoners aan tafel gaan zitten. Even terugblikken. We zitten bijna aan het einde van de periode. Je bent de hoofdman geweest van jouw club, terwijl de fractievoorzitter van het CDA. Eigenlijk maar een kleine partij, hè, met 3 zetels. Ja. Best wel veel binnengehaald. Hoe zie je dat zelf? Binnengehaald. Laat ik het zo zeggen, een rol gespeeld in die Tielse Raad. Zeker een rol gespeeld. Ja, dat heeft ook te maken met dat we er allemaal hard voor gewerkt hebben. Hè. Dus we echt of serieus onze taak geprobeerd goed te doen. Natuurlijk, als dingen lukken, dan mag je daar trots op zijn. Nou, daar ben ik natuurlijk ook best. Het is een duaal bestel sinds jaren. Hè. Dat betekent dat je als partij iets anders kunt vinden dan het college. Ja. Hoe vind jij dat het college het gedaan heeft? Ja, ik vind het eigenlijk wel goed. Ik ben eigenlijk al tevreden over hoe het gegaan is de afgelopen 4 jaar. Sowieso als partijen, 4 partijen die dan in zo'n coalitie zitten, is gewoon vrij goed gegaan. Ook qua samenwerking, hoe we met elkaar willen omgaan. Goed. We hebben een paar mooie dingen neergezet waar Tiel vooral trots op mag zijn. In de Zinde bijvoorbeeld is een goed voorbeeld. Prachtig gebouw geworden. En natuurlijk zijn er is een begin gemaakt aan zeg maar, het Waalfrontplan. Het Waalfrontplan, we hebben een begin gemaakt voor de scholen. Dat is ook heel erg belangrijk dat je investeert in goed onderwijs. En daar hebben we gewoon goede gebouwen bij. En natuurlijk is het heel veel gebouwen. Hè? Dus ik heb ook al stenen. De critici zeggen, ja, het gaat om mensen, niet om stenen. Maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Omdat juist die dingen die ik juist noem, net als voorbeelden, dat zijn allemaal projecten. Waar dus heel veel mensen heel veel plezier en ook dat het voor de stad, hè, voor de inwoners van de stad, hè, een goede bibliotheek heel belangrijk is overzien. Ja. En dat je kinderen instrumenten kunnen spelen en dat je straks goed onderwijs kan hebben met eigentijdse scholen. Dus die stenen zijn toch belangrijk om uiteindelijk een aantal dingen in de stad te willen regelen. Nou. Hey, laten we eens even gek doen tot slot. Zullen we eens een stip op de horizon zetten? En die zetten we niet al te ver weg, maar laten we nou eens zeggen juli of augustus.
Dat ik je dan nog eens een keer uit kan nodigen als, als zijnde wethouder van de gemeente Tiel met in zijn portefeuille vernieuwing? Nou, dat is, dat durf ik echt niks van te zeggen. En het zal ook niet, het is ook gewoon niet verstandig om daar nu op dit moment daar die stip te zetten. Dat, nee, dat laat ik ook heel echt over aan mijn partijen. Dat mag, heb ik, mag dat wel vragen? Tuurlijk, dat is ook goed. Nee, maar ik denk ook niet dat dat past. Ik vind het ook altijd heel goed om, als je politicus bent, ook dan ook die processen die erbij horen, om die ook gewoon te eerbiedigen. Je mag me altijd uitnodigen, ongeacht welke rol ik dan heb. Zullen we dat dan zo afspreken? Nou, dan gaan we dat doen. Lijkt me goed. Hey, hoe dan ook, ga je veel succes wensen de komende tijd. Gaat zeker lukken, dankjewel. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.